Peter den Oudste wordt morgen, dinsdag om 4 uur, in een speciale raadsvergadering geïnstalleerd als onze nieuwe burgemeester. Hij volgt Ruud Vreeman op, die 14 maanden interim burgemeester is geweest na het voortijdig vertrek van Peter Reewinkel. Den Oudste was eerder burgemeester in Enschede en Meppel en daarvoor wethouder in Leeuwarden. Er zijn natuurlijk wel een paar manifeste problematieken op dit moment die veel aandacht vergen van het gemeentebestuur. De aardbeving is daar natuurlijk één van. Economische ontwikkeling, stad met twee gezichten is een ander. Ik zie dat het proberen de toekomst ook zo naar je hand te zetten dat de werkgelegenheidssituatie beter wordt, de economie steviger. Dat zijn dossiers waar ik ongetwijfeld positie in zal kiezen.